aflevering van JVFstudie. We zijn weer met z'n drieën, we zijn op de Hengelsport en Botenbeurs. Botenbeurs in Utrecht. Ja, ja. Hij zit hier in de waggie. Ewa! Chitten, wat zie jij de kateren? Ja, een beetje brak. Beetje biertje op 3,5 uur niet uit. Ik heb ook niet zoveel geslapen. Maakt dan niet uit. Maar je ziet het, we zijn weer aan het wachten op meneer Dana Tielink. Hij is al te laat. Ewa! Ewa, playboy! Goza! Hoe is die? Ja, lekker man. Lekker, cheers, Ewa boy! Ewa! Hij is 5 minuten op de beurs. Wat schat dit, hè? Ja, hoor, lekker onderlijns kopen. Wat is er aan de hand, joh? Een warme koffie, maar niet normaal. Lekker, pik. Het kanaal loopt ook slecht. Ik heb er maar één vis gevangen. Huub. Ik ben de uren ingestoken, hoor. Wat is het? Wie is die knappe man? Vorige week waren ze met ons. Kijk, we zitten dan. Nou jongens, dit is Ruben Pels. Hij komt uit Amsterdam, dus hij is op zijn, niet op zijn mondje gevallen. Absoluut zeker. En hij, het is ook wel een flink figuur. Absoluut. En deze man, Brett Fishing, hij beschouwt hem gewoon. Moeten jullie dit eens even kijken? Dit is toch helemaal goud? Wat een baas weer toch? Deze man, hij heeft behoorlijk veel lef, ouwe. Wat een held. We staan hier bij Peter Velsveld en Peter komt weer stoeren met zijn nieuwe uitrusting. Kijk eens, dit is toch ik moet wat compenseren, jongens. Compenseren gedrag. Ja, ja. Maar het ziet er goed uit. Maar kijk, dit is het allerbelangrijkste. In een belastingdienst. Veel moet lezen. Nee, weer vissen. Nee, vissing. Kijk dan, dat is het tweede cadeau van vandaag. Dat is toch mooi. Nou jongens, karpvis en vrouwen, iedereen denkt dat gaat niet goed samen, maar ja, deze Tinderbaas, Timo, Timo, die heeft een chickie op het oog. Laat jij eens zien waar we over praten? Nou, hier bij de stand, bij Effort Karp. Nee, dit tegenover. Je moet er of, heen gaan. Of achter je. Ja, op zich. Ja. Maar goed. Dit is mijn grote vriendin. Jongens, kijk. Ik heb gewoon. Ja. zo scoren ze nu, joh. Kijk hem staan. Wereldberoemd, Wiets van der Schee, bij de NOS. Ja. Ja. Nou, we lopen hier samen met Timo Tinder. Timo Tinder? Ja. Timo Tinder en Justin B. Dan zijn de chicks van de beurs. Timo. Wij zijn benieuwd hoe jij ze gaat binnenhengen. De dag is niet geslaagd totdat we een nummertje hebben gepakt. Kijk. Dat horen we graag. We zijn even een bondje aan het lopen. We staan hier gewoon in de fiets. Het is best wel druk vandaag. Ja. Het is wel gezellig, veel bekenden. Ja, wij worden veel herkend. We worden veel herkend. Veel op de foto, hartstikke leuk jongens. Er staan mooie grote merken, Avid Karp, Rosemeyer en Preston. Dus voor elke visser is er wat wils. Karpvissen, roofvissen, witvissen, maakt niet uit. En natuurlijk het social media play, daar gebeurt het eigenlijk. Ja, daar is het mega druk. Daar is het mee. Gezellig. Daar is het gekke huis. Daar gebeurt het. Lachen. Ja, ja. Mogen we jullie een foto? Ja, tuurlijk man. Je staat hier met Tinder Timo. En Tinder Timo heeft een vraag voor jou. Ja, ik heb een vraag. Ik heb vandaag een uitdaging. Bij de bijvoorbeeld van Tinder Timo. En ik moet vandaag een nummer zien te scoren van een mooie meid. Mag ik als je een nummer? Twee nummer! Dit gaat nooit lukken. Tinder-team. Binnenkort een nieuwe samenwerking. TVFix-team met... Karpenbier. Jongens, Karpenbier. De naam is alvast goed. Nee, hè? We pakken even een fles erbij. Van groene fles? Ja. Ik ben benieuwd. En chat, ja, zeker weer brengen, zoals altijd. Zo, volle zalen. Even trekken, volle zalen. En dan? Ja, het is echt niet leuk om bij hoe kom je daar aan de beurs te staan? Voordat je het weet, staan alle broodjes op. Ja. Die gozer is altijd eet. Hallo, kijk eens even. Hey. Oh, Daniel ook! Dik zo. Wij werken aan de games. Dat begrijp je natuurlijk wel. Proteïne hoog houden. Proteïne hoog houden, dat snap je natuurlijk. Doe even een bicep showtje. Voor de fans. Oeh! Over je haakbox. Nou jongens, sowieso een mooie beurs. We zien hier Solar. Het zijn toch wel de bekende karpenmerken. Intertoys. En we hebben hier, ik weet niet wat het is.
Ja, we hebben hier een beetje een mooie bootje staan en je kijkt dan, het is een mooi campertje. Daar heb je helemaal geen tent meer nodig, jongens. Dat is mooi. Ik zeg, dit is wel wat voor het DVV's team. Lekker Lux. Nou jongens. Dat is weer eens wat anders dan een BV. We zijn hier bij het Carp Square. Je zit hier al op Prolijn. Zet er bekende merken. Een paar mooie visbootjes. Je kan van alles kopen. We hebben hier Catch and Release. Staat allemaal. Ja, Prolijn. Wat hebben we hier? Een beetje kunstaas. Karpvissen, roofvissers. We hebben hier van alles. En ja, het is gewoon een hele gezellige leuke beurs. Ik zou zeggen, kom ook volgend jaar langs. En misschien ontmoet je ons wel of koop je een mooie stip, mooie spullen. Hey, kinderen op de foto, kom. Oh, we moeten op de foto, jongens. We gaan even vloggen. Boys, jongens, YouTube. Hey. Jullie in het midden? Ja, kom op de foto. Kom maar even bij. Kom maar even staan. Nee joh, wij gaan er ook bij. Gaan we er ook bij? Foto, hoe is? Welkom bij het diepte interview met Tinder Timo. Tinder Timo. Hoe vaak heb jij al een vrouw in je tent gekregen? Nou, ik zou je vertellen, ik ging gisteren een nachtje zitten in mijn eentje. En ik voelde wat raars in mijn slaapzak. Ik denk, wat is dit? Nou, het was ik heb twee tamponnetjes aan mijn slaapzak. Dus ja, ik denk dat dat genoeg is. We zijn hier met Tinder Timo. Tinder Timo. Tinder Timo, kom eens. Hey, terugkomen jij. Jonge dame. Hey, jonge dame. We hebben jou even nodig voor een interviewtje. Vind je dat oké? We hebben hier Tinder Timo en die wil jou even interviewen. Je moet eerst even een help wachten. Even wachten. Altijd wachten op de vrouw. Ja, tja, hoort erbij, hè? Is het een broodje? Nee, nog niet. Heb je al gedacht wat je gaat vragen, Timo? Ja. Hoe pak jij zo'n ding aan? Je mag niet verleur staan, hè? Je moet erheen lopen. Je moet incasseren. Hoe noem je dat? Improviseren. En ook provoceren. Maar mevrouw. Oh, je bent tweede keus, team. We komen hier voor een interview. Hij mist alleen het doen. Eindelijk is het zover. Kijk, ik val gelijk voor, gaat dan meteen goed. Oké, nou ik ben hier met mijn grote vriendin van de... Effort Corps, hè. Kijk. Nee joh. Leg eens uit waarvoor je bent. Dat is een beetje raar voor haar misschien. Leg even waarvoor je bent. Ik ben voor hun in de Timo en hij is op jacht naar alle mooie meiden van de beurs. Hij zegt, nou hier staat er eentje hoor. Ja. En ik moest dus even wat vrouwtjes gaan interviewen. Van, nou, wat vind je nou van de beurs? Ben je zelf visser? Wat doe je? Ik ben geen visser. Ben je geen visser? Oh. Nee. Nou, maar, gaan we weer door. Nee. Hij scoort telefoonnummers deze jongen. Dus zou je willen meewerken? Kom op. Eén telefoonnummertje. Nee, ik heb al een vriend. Oh! Rondje lopen. Echt jongen, die meneer heeft echt een lange stok. Zo. Nou, je kan je kunst als jezelf testen. Kijk eens. Mooie visie. Kan normaal op de beurs, jongens. Het is toch wel een beetje de motto van het leven. Hey jongens, fijn dag nog. Hey, hey. We staan hier bij de visvijver. Zelfs op de beurs, je hoeft hier niet te werken. Zet er gewoon, dikke bak, dikke forelle. Eigenlijk is dit wel een mooie innovatie voor DVV's team. Schijt het. Zeker die chitten, die kan er wat van. Ik heb het moeten ruiken helaas. Maar even kijken, waar zit jij op? Oh, een mooie emmer, ouwe. Dat is toch goud, jongens? Dit zijn uitvindingen. Daar doe je het voor. Heerlijk. Hey. Ook aanwezig is de carp specialist. Bas. Jongens. Bas van Kaveren. Alles goed? Ben je nou op zoek naar een mooie visreis? Betaalwater. Binnen en buitenland. Kijk eens, joh. Hij weet het precies te vertellen waar je zijn moet. Hey. De carp specialist, jongens. Ja, dit is toch wel de attractie van de beurs. Kijk eens joh, al mijn vrouw is dan in de rij. Ja, ik moet er nog van leren jongens. Ja. Ja. Tinder Timo, maar deze ben je gezakt. Ik loop een blauwtje deze. Nou, de vrijheid, je komt heel weinig mensen tegen. Het kanaal is een hard water, je moet echt je best doen om daar een visje te vangen. Maar dat zal het rood worden te... Ja, er is ook genoeg kunst als te kopen. We staan hier bij hengels.winkel.com. Je hebt alles op de beurs joh. Jezus, dat is een grote rap. Deze wil je in je handen hebben, zo. Kijk, met zijn PR'tje hoor. Ja. Die wil je niet aan je hengel hebben. Dikke blaas, maar jawel. Dikke blaas op oh. Boys. Ewa! Hey, okay. Dames en heren. We zijn met Tinder Timo en het is de derde keer die ik moet geven zijn. Dus, de MILF-editie. En we hebben wat op het oog. Ja. MILF Hunter Timo. We hebben een slachtoffer gezien. Oké, nou, doe je ding. Dus, ja, we moeten even kijken of het gaat lukken. Komt u maar. En dat slachtoffer is spontaan. Nee. Ze is niet weg. Waar is ze dan? Daar. Kom, we gaan.
Ik ben 12 tot 13 jaar op het kanaal. Ik heb nog niet veel. Maar het is ook wat een leuke. Jammer, ik weet niet meer. Ik heb het niet meer. We zijn hier vandaag met Tim en Timo. Ja, Vandaag op een missie. Het is een hele zomere missie. Maar ik moet vandaag de telefoon nummer van een mooie vrouw lezen. Op de visbus, dat is toch wat je wil? Nee, mevrouw, hij heeft al drie buitjes. Hij is al drie keer afgewezen, hè? Ik ben al drie keer afgewezen. Wat jammer. Ik kom naar huis. Ik sta hier met meneer Tieling, ook wel Justin. Maar wat ben je aan het doen? Kijk, dan sta je dus op een beurs, dan kijk je naar alle mooie spullen om je heen. Ja. Zij op een stand en dan zie je toch, dan ben je gewoon jaloers van binnen. Want dan zie je die hemels met allemaal hele toppies. Toppies? Ja, daar ben je niet gewend. Is dat ben je nieuw? Ja, heerlijk dit. Geniet. Normaal mis je een stuk of drie. Geniet op 2.0, kom jongen. We zijn hier bij Tinder Timo. Mevrouw. Mag ik je kort wat vragen? Even een vraag. Hebben een vraag voor haar nog. Dus Tinder Timo, ik zou even voorstellen. Ja. Hij is op een missie vandaag. Oh, Duits! Ik ben Tinder Timo. Tinder Timo. En mijn mission of today is to fix a phone number of een Heiratsen. Nummer 4. Nou, we staan hier op de beurs langs bij een paar willekeurige bezoekers. En wat vinden jullie nou van de beurs? Ja? Ja. Kijk, leuk. En wat vindt u ervan? Doe een Groningen, maar hij komt speciaal voor jullie. Dat is goed om te horen. Ja, eindelijk waardering. Hey, leuk dat je er bent. Heb je de film al gezien? Ja. Kijk, allemaal blije koppen hier zo, jongens. Ja. We zijn hier bij een speciaal item. We zijn hier met Tinder Timo. Timo? Ja, ik ben Tinder Timo voor vandaag. En ik heb één doelstelling voor deze dag. En dat is dat ik een telefoonnummer kan regelen. Op deze beurs. Dus wil ik jou vragen, mag ik je telefoonnummer? Pardon? Nee. Dus het nummer die nee zegt, hè? Dat is echt jammer dit. Dat is toch wel gewoon een live goal. Ja, ik zou het bijna opgeven. Een telefoonnummer van een vrouw fixen op een visbeurs. Dat is gewoon. Dat is nog mooier. Ja, nou of niet. Ik heb weer een nee. Het is niet vlieg. Nou, bedankt voor je medewerking. Een lusje waar je azen hand, zodat de karp aan kan. Met zijn kinderen. Lijkt wel meester, joh. Ja, meester Wietse. Meester Wietse. Het begint een beetje een traditie te worden. Hey, geen wie ben jij ook weer? Oh! Chris Technische Luis, Wim Quinten. Erge Fish. En Bellyboat. Ik ben geen Daniel meer. Helaas. Ciao. We zijn weer met het volgende slagnummer nummer 6. Nummer 6. Misschien scheefrecht. Nou, mijn missie is vandaag om een telefoonnummer te regelen. Voor een mooie vrouw. En daarom is mijn vraag, mag ik een telefoon? Ja? Ja! Hey! Het is mijn geluk. Ja. Het is mijn geluk. Oh ja, moet even testen natuurlijk. Even bellen. Ga je even bellen. Ga je ook een keer op date met hem of? Een keer samen vissen. Ah, verlegen. Hey. Oh, hij is geflasht, jongens. Hij is het nummer van mijn vriendin. Ga maar. Kom maar. Nee. Drink eens wat water, Wat een farce. Verlies je dus kleren. Kijk, dit is Bram met zijn viscollectie. En Wietse, die heeft een mooi item gespot, jongen! Hey joh! Kijk dan. Je kan hem gebruiken om mee te vissen, maar je moeder kan hem ook gebruiken. En zo naar Bram. Ik zal me even voorstellen, ik ben voor vandaag Tinder Timo. En ik heb vandaag één doelstelling gekregen die ik moet voldoen. En dat is dat ik een telefoonnummer moet regelen van een bloedmooie vrouw op de visbeurs. Uh-oh. Dus dan wil ik jou vragen, mag ik je telefoonnummer? Ja, dat mag wel. Ja? Ja. Is dit dan de eerste jaar van vandaag? Nou, 8 mensen. Ah, top. Een spijker? Ja, dat is goed. Het is gelukt, hè? Het is gelukt! Ik heb een nummertje, hè? Het is eindelijk gelukt! Kijk, top! Is binnen, hè?
Nou, top, dankjewel. Alsjeblieft. Geluk jongens, we gaan weer. Hetzelfde, Deli Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er dan in! Ja! Het is hem! Het is 1-1! Het is 1-1! Wat een wereldgoal! En wat is het geworden? Een dunnetje. Nee. Hey, nou, stil, dat is de video. Boos van Pip, abonneer voor meer. Hey. Kijk de video en tot de volgende keer. Later! Hey. Dit was de video. Rijden. We zeggen vaarwel tegen Daniel. Doei, abonneer voor meer. Duimpje omhoog als je leuk vond. Zo naar het Westland. Doei.